Nou, dit is mijn eerste Doodle or Die filmpje met commentaar. En hier hebben we de eerste Twincest. Nou, ik heb geen idee wat het is. Laat ik maar een tweelingkist, twin chest, weet je wel. Een mondje. Zo. Geen kist zonder slot. Zijn. Oh, het zit een dikke streep. Tut, 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 tut. Klik. Zo. Professioneel. Mooi teken. Hoe heet dat? Blik. In Google vertalen. Blik. Blik. Container of the table. Yep. It's the pig, it's pump, Joe. Ik weet niet meer zo goed wat pump ook weer was. Maar, er was, bij Minecraft was zo'n pumped up creeper. Dus ik ga een varken tekenen met dat gezicht. Dat was raar. Ik verwijder het ding dat. Nee, hoe. Zo ja. Mooie witte tanden. Ja, misschien wel twee dubbeltjes of zo. Bange varken. Zo. Bang varken met een snor. Dat is best wel goed getekend. Fluttershy. Laten we dat eens op Google intikken. Of kopiëren. Oh, het is een pony. Ga ik met een hoge kwaliteit pony tekenen. Zo. 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 Dat is een heel groot. Oh. Een glimlach die zijn hele gezicht bedekt. Haar. Zijn het allemaal vrouwen, die ponies? Zo.
goed genoeg. Ja, maar in het Engels moet je die woorden omdraaien. Dus. Zo. Juist. Dat makes sense. Laten we mijn borst tekenen dan. En dan iets met kaas. Ja. Nog nooit heeft iemand een betere kaas getekend. Dat is duidelijk een driehoek. Zo. Nou, zo. Het gaat hier en daar en daar en daar. Daar en daar en daar. Zo, kaas en borst. Ja. Ja, het is helemaal geweldig. What the fuck? Oké. Okay. Giraffe wants to be on... Hoe heet dat? Ik weet niet eens hoe het in het Nederlands heet. Voor turtles. Mhm. Want zoveel pool is ook Dus het zwembad. Is ook een pooltafel. Hier en hier en hier 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 en dan zo'n grote stok, zo'n grote lange stok, zo, nee wacht, hoe ziet het eruit, zoiets, dan zo'n grappig blauw vierkantje waarmee je zo je stok blijkbaar beter kan laten werken, zo. En dan de schildpadden. Ja, maak je geen zorgen. Maakt wel van zo. Dus is er geen vier meer oppassen. Hier is heel veel. Blond Superman is hard. Super moeilijk om te tekenen op de zijkant.
Zo. Hij is nou blond. Hij is alleen geen benen. Wacht, we kunnen hem ook gewoon... pijn... zo van dat hij pijn heeft omdat hij geen benen heeft. Dat doen we gewoon zo. Dan zetten we zijn benen daar. Oh, wacht. We hebben natuurlijk ook wel... natuurlijk ook een rode onderbroek. En dan zo. Zo. Ja, wat zal dat nou zijn? Het is eigenlijk Donkey, maar... Unicorn, Happy Kid Dance with the Rainbow of Helgeno. Yay! Laten we eerst de vulkaan tekenen. Dat is een vulkaan. En onze regenboog. Oh, vaak. Zo. Groen. Blauw. Paars. De vulkaan. En dan een eenhoorn. What the fuck ben ik aan het doen? Ben ik met een hond? Hoofd. Nek. Lichaam. Benen. Zo. Perfect. En dan gewoon even. Narwhal, swim in the ocean. Zo. Enorm en dat is te dik. Zo. Perfect. Hoe heet dat? Wat is dat woord ook weer? Het is wel een boze telefoon. An underwater unicorn got a big ass facial horn. En dan wissen we een stukje van dit. Now we'll stay on. Ik denk niet dat het een goede diamant is, dus zo van, zet ik er maar bij, het is een diamant.
Nog één aan. Zo. Al het bloed of zo. No, moft. Moft. No moft staan. Ik zei dat. Cabbage is al sla. Cabbage. Oh nee, is kool. Wat is sla? Lettuce. Oké. Lettuce. Son. Zo. Chief Bishop. There's vast wel een RuneScape town. You need a new drawing. Draw anything you want. Mad Hatter. I want to draw a Mad Hatter. So? En zo van misschien denk je van, zo ziet de Mad Hatter er helemaal niet uit. Niet in die van Tim Burton, nee. Maar in mijn favoriete versie van die film, 1999. Heeft hij rood haar. Maar heeft hij in de meeste versies al rood haar. En dat 10 cent dingetje. Hier zo, bij zijn hoed. Dat is hoeveel het kost, weet je wel. Dat zit bij de Disney versie. Als je met twee kleuren doet, dan zal het spel minder snel zeggen, hé, dit is wel heel snel. Zie je? Zoals ik het alleen met zwart had gedaan, dan had hij gezegd, dit is te snel en zo. En met het, ze hebben het goed. Weet je wat ik me afvraag?
Pokémon, hè? Waarom zijn, waarom zijn er dan niet van die, van die gemene mensen die zo van gewoon met 30 Pokémon tegelijk aanvallen? Weet je, dan krijgen al hun Pokémon experience points. Ik bedoel, het is niet alsof er regels zijn vastgesteld of zo. Als je er 3 wil gebruiken tijdens een gewoon trainen gevecht, dan gebruik je er 3. Ik bedoel, experience points. Yeah. Oké. Het is wel een beetje zo van, ja, alles niet leuk en zo, maar er zijn echt wel van die mensen die dan zo gemeen zijn door gewoon die het gewoon doen als het Pokémon echt was. Shit, ik ben vergeten om de nacht achter te zetten. Weet je wat een cool spel is? Lego Island 2. Het is wel een Engels spel, maar ik had een Nederlandse versie. En Het was best wel een leuk spel. Er zaten wel wat fouten in. Dat was wel jammer. Ik crashte wel eens. Maar hij zei van, je was een pizza courier. En op een gegeven moment moest je zo'n gemene dief persoon moest je pizza bezorgen en die ging dan ontsnappen en zo van alle bouwplaten van het dorp weghalen, weet je wel. En Lego, daar heb je bouwplaten bij, dus bouwplaten weg is je ding kapot. Dus dan vliegen ze gewoon de lucht in, hoppakee. En dan moet je ze allemaal gaan zoeken. En moet je allemaal in de sets van Lego. Zo van Lego Knights. Ach, nou, dat boeit je toch niet. Tickle. Stom zo van het verhaal over Lego Eiland. Ik bedoel, lekker boeien. Toch? Zeg in de comments al als je Lego Eiland kent en dat je het een cool spel vindt. Of dat je het een slecht spel vindt, dat mag ook zeggen. Mag niet, of maakt niet zo uit. Ja, ik denk dat ik maar eens mee stop. Ik ga wel een andere keer wel verder. Dus, hoi!